Jong PSV kan vrijdagavond geschiedenis schrijven door de eerste periodetitel van dit seizoen in de Jupiler League te winnen. De koploper heeft aan een gelijkspel tegen RKC Waalwijk genoeg. Toch heerst daar volgens coach Pascal Jansen geen Hosanna-stemming. Nou ja, wat je merkt is dat natuurlijk jongens wel ervan gaan genieten. Dus je moet ze af en toe ook wel een beetje met de beide beentjes weer op de grond trekken. En wel wijzen op de dingen die gewoon nodig zijn om goed te blijven presteren. En dat doen we eigenlijk al die weken op dezelfde manier. Dat we dat gewoon goed monitoren met z'n allen. Goed bewaken. En dan daar is er een hoop mogelijk, zie je. Hoe groot is de kans dat het nog misgaat morgen? Wij willen altijd beter presteren dan de voorgaande wedstrijd. En als we dat dan doen, dan maak je de meeste kans op een goed resultaat. Ja, dat zal morgen niet anders zijn, dus daar gaan we ook voor. En ja, voorspellingen, het zij zo. Wij gaan in ieder geval gewoon voor het maximaal haalbare weer. Mocht PSV de periodetitel pakken, wordt er waarschijnlijk in Breda ook een feestje gevierd. Jong PSV en Jong Ajax kunnen reglementair gezien niet promoveren en mogen dus ook niet deelnemen aan de nacompetitie. NAC staat op dit moment tweede en mag bij winst in plaats van Jong PSV deelnemen aan de nacompetitie. De 19-jarige Pablo Rosario kwam deze zomer over van Almere City FC. Met die ploeg won hij het afgelopen seizoen de laatste periodetitel. Vrijdag kan hij zijn tweede periodetitel op rij scoren. Ja, iets anders. Natuurlijk, hier leeft het ook echt. We willen ook met de groep gewoon echt die periodetitel pakken en gewoon met de prijs zeg maar, de eerste periode afsluiten. Maar je merkt toch wel, het is toch wel een jong ploeg en bij Almere was het toch echt de grote prijs die je kon pakken, zeg maar. Ook met het zicht, einde van het seizoen met de play-offs. Dus iets anders, maar nog steeds met dezelfde gedachte dat we willen winnen. Spitse trainer Ruud van Nistelrooy heeft blijkbaar de juiste snaar weten te raken bij zijn pupil Sam Lammers. De huidige topscorer van de Jupiler League loopt precies 1-1 in de competitie. Hij scoorde 8 maal in 8 wedstrijden. Wat gaat het morgen worden eigenlijk, uitslag? Kun je al iets voorspellen wat je denkt dat het gaat worden? Nee, het wordt gewoon een heel lastige wedstrijd. We moeten gewoon scherp zijn vanaf de eerste minuut. En gewoon verdedigend weer goed staan zoals we de laatste week hebben laten zien. En gewoon dan onze kansen afmaken. Dan denk ik dat we met de winst vandoor gaan. Ondanks de successen van de laatste weken is van platte karkoorts bij Jong PSV nog geen sprake. Het einde van het seizoen staan jullie dan met de schaal? Nou, dat is wel iets ver gezocht, denk ik. Kijk, als het uiteindelijk haalbaar zou zijn, dan gaan we daar natuurlijk voor. Aan de andere kant genieten we hier nu iedere dag van waar we nu staan. En we hopen dat het nog zo lang mogelijk zal duren. Denk je al stiekem aan de platte kar straks, ergens in mei? Nee. Het is de eerste periode, als je vorig jaar hebt gezien hoe bijvoorbeeld Volendam de eerste periode pakt en daarna een beetje wegzakt het seizoen. We denken daar zeker nog niet aan. Vrijdagavond, hoe laat begint het feestje? Nou, laten we eerst die wedstrijd maar gewoon goed afwerken en dan zien we daarna wel wat er gebeurt.